AI-toepassingen ontwikkelen zich razendsnel binnen ieder vakgebied. Iedere student heeft daarom kennis en vaardigheden nodig om AI-ready het werkveld in te gaan. Daarmee bedoelen we kennis over hoe AI werkt, welke kansen en risico's er zijn en wat dit betekent voor de gebruiker. Daarmee ontwikkel je een kritische blik en kun je jezelf afvragen: wat vind ik hier nu van? Binnen de opleiding werken we aan competenties die nodig zijn om met AI te kunnen werken. Wij noemen 5 verschillende soorten. Deze kun je gebruiken om te beoordelen welke type vaardigheden, kennis en houding belangrijk zijn voor jouw opleiding. We zetten ze op een rijtje. Technische competenties, onderzoekende en reflecterende, ethische, creatieve en communicatieve competenties. Denk bij technische competenties aan basiskennis over programmeren, machine learning en de werking van algoritmen. Maar ook aan kennis over AI-tools en de manier waarop we data verzamelen, opslaan en beveiligen. Met onderzoekende en reflecterende competenties ben je in staat om de juiste AI-tool te kiezen voor het oplossen van een bepaald probleem. De output kun je vervolgens duiden en evalueren doordat je leert om onderzoekend en kritisch na te denken. De invloed van AI is groot. Wat vinden we er bijvoorbeeld van als toepassingen worden ingezet voor werk dat door mensen gedaan wordt? Het is belangrijk dat je leert wat de impact is van AI op de maatschappij. En dat je kunt beargumenteren of AI-toepassingen ethisch zijn of niet. Als je zelf AI-tools bouwt, dan ben je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Je kunt AI ook gebruiken om te creëren. Bij creatieve competenties kan AI een hulpmiddel zijn om je op goede ideeën te brengen en je te stimuleren om out of the box te denken. AI kan je helpen om een concept te ontwikkelen en dat te visualiseren in een beeld. Ook kun je denken aan het schrijven van creatieve goede prompts en het maken van video's met AI. Communicatieve competenties helpen je om kennis over AI te delen met anderen. Aan de ene kant door mondelinge communicatie, zoals in presentaties of discussies. En aan de andere kant door schriftelijke communicatie, zoals in verslagen of onderzoeken. Denk bij communicatieve competenties ook aan samenwerken met andere studenten. Misschien zelfs van andere opleidingen. Naast deze competenties zijn er zeker andere vaardigheden te noemen die nodig zijn om AI-ready het werkveld in te gaan. Welke competenties zijn voor jouw opleiding belangrijk?